allemaal, goedemorgen en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog van mij. Het is even iets wat stellig geweest, maar dat was omtrent mijn examens en school. En dat is nu voorbij, dus hallo, hier ben ik weer. En ik ga vandaag lekker naar de Efteling en ik heb daar super veel zin in. En dan ben ik eventjes allemaal spannend voorbereiden. Ik heb namelijk hier mijn oplader, hier zitten mijn kaartjes in. En een koeltasje, zodat wij lekker veel drinken kunnen meenemen, want dat is ook best belangrijk. Nou, zoals jullie kunnen zien, ondertussen zijn we richting de auto. Rugzak, alles mee. We hebben drinken, teetag, want vanwege corona kunnen we beter langs de tol rijden. Maar goed, en we zijn onderweg. Wij zijn samen in de Efteling. Ik ben helemaal blij. Ik ben echt zo'n klein kind nu. Ik vind het helemaal leuk. Kijk! Yes! Ik ben helemaal blij. Ik ben helemaal een gelukkig mens. Ja! Yeah. Dank je wel. En we zijn binnen. Oké, voor de mensen die als eerder in de Efteling zijn geweest, weten misschien ook dat er in de avonden zo'n waterfonteinshow kan zijn. Alleen nu staat het dus helemaal... gewoon plat, zonder... Gewoon zonder... Wat? Dat ziet er raar uit, jongens. Moet je nou zien. Gewoon allemaal platte... Zo, dat vind ik echt... Vind ik best bijzonder om te zien. Normaal gezien zien we al dat water en allemaal een hele show. En nu zie je het zo zonder water. Echt apart. En dan zijn we nu bij mijn favoriete attractie aangebroken. Ik vind het persoonlijk echt de leukste attractie die de hele Efteling heeft. De ballon, dus daar gaan we als eerste even in. Oké, we waren net zo'n beetje backstage bij de Vliegende Holland. Dus echt zo chill, jongens. Want ik en Dylan, die zitten nu dus letterlijk met z'n tweeën. En wij een heel bootje voor onszelf. En ik maak echt geen grap, kijk. Heel bootje voor onszelf, dus echt super chill. Ik vind de Vliegende Holland ook zo'n leuke attractie. Echt heel leuk dit. Ik heb het helemaal naar mijn zin. Vind jij het ook leuk, Dylan? Jazeker. Goed zo. En dan even tussendoor om ons buikje even te vullen. Een lekkere, noemen ze deze dingen, Spirello's of zo. En aardappel lekker gewend om een stokkie. Oh, dat droomt. Smakelijk, jongens! De Efteling houdt zich dus ook echt vet goed wel aan de maatregelen. Want het is dus zo, kijk, deze streep is wit, dus hier mogen wij staan. Deze streep is rood, maar omdat die mensen al daar staan, mogen wij dus doorlopen. Even wachten tot zij stoppen. Kijk, hun stoppen dus daar. Dus wij mogen nu doorlopen tot deze witte lijn. Rood blijft dus leeg.
Vanwege corona komen we dus ook bij de Doomvrucht, is dit. We komen ook bij een andere ruimte nu binnen. Hele mooie spiegel. Dus het is al dik 4 uur geweest, dus de Efteling is nog 2 uur open. Ik denk dat we wel al ver alles hebben gezien. We gaan straks nog even in de Python. Daar gaan we echt nog even in. En ja, tot nu toe is het wel een leuk dagje, want eigenlijk hadden ze regen verwacht, maar het is tot nu toe een klein beetje bewolkt. Ja, dat bederft voor mij de pret niet. Dus ik ben eigenlijk wel blij met het weer nog. Ja, top.